Hey mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Het is een wat kortere week als de afgelopen weken vanwege het paasweekend. Vanmorgen weer de draad van het werk opgepakt. Het was niet zo heel boeiend voor jullie, want ik heb de hele dag op kantoor gezeten met bellen, e-mailen. En het is echt ongelooflijk wat erbij komt kijken. Voor mij heb ik al een paar keer gezegd in de vlogs. Als je wat anders gaat doen, bezint eer je begint, want het vraagt heel veel uitzoekwerk. Maar ook super leuk, zoveel mooie mensen te ontmoeten. Ik heb zojuist genoten van de prachtige zonsondergang. We hadden gehoopt dat het een klein beetje zou regenen afgelopen weekend. Maar het is droog gebleven op een paar druppels na. En het begint echt serieus droog te worden. En met het seizoen 2018-2019 in ons achterhoofd ben ik heel benieuwd wat voor jaar we nu gaan krijgen. Na heel veel nattigheid afgelopen winter starten we nu met forse droogte. Zodat ik merk dat de grasgroei al stopt, het land bijna niet te bewerken is. En ik ben benieuwd wat komen gaat. Eén groot voordeel heeft deze droogte op dit moment wel. Twee weken terug hebben we het gras met klaver gefreesd. Toen vertel ik jullie dat het moeilijk was om het dood te krijgen. En dat het waarschijnlijk met de droogte wel zou lukken. Nou, zo droog als het nu is. Zorg ervoor dat de grasklaver in ieder geval niets meer terugkomt. Ja, is het gewoon het optimaliseren van de dingen die je doet? Nou ja, voor mij is sowieso allemaal nieuw en spannend wat ik nu doe. Hè? Want ik ben daar natuurlijk volop in gestart en ik weet helemaal niet hoe het uit gaat pakken. Maar goed, dat is juist de uitdaging natuurlijk. Maar goed, vervolgens een stukje van aanplant van een soort voedselbos. Dat heb ik voor 4 hectare plannen, misschien. Daar past hij ook bij natuurlijk. Dat is echt weer een nieuwe uitdaging die ook binnen dit project past. Een stukje wat meer bloemenranden heb ik ook een beetje, maar ik denk als je echt een natuurwaarde wil creëren op je bedrijf, dat je dan daar wel verder in moet gaan als ik nu doe. Alleen je kan niet alles tegelijk, dus het moet gewoon stapje voor stapje. Het is inmiddels al behoorlijk laat, zoals je wellicht aan mijn gezicht kunnen zien. Ik heb zojuist een leuk kort gesprek gehad over een proef om koolstof vast te gaan leggen in de landbouwbodems. Dat gaat hier in de regio heel binnenkort van start. Een van de eerste pilots in Nederland op dat gebied. En het lijkt mij heel leuk om daar aan mee te doen. En ik ben benieuwd wat er daadwerkelijk vastgelegd kan worden in de praktijk aan koolstof. En hoe de maatregelen die ik eigenlijk toch al op mijn bedrijf in ga voeren, daarvan van invloed zijn. Aan het knutselen. Het is buiten zo droog op het land dat ik gewoon niks ga doen. Dus ik weet dat er een hele drukke periode aankomt. En in die zin is het gewoon eigenlijk stilte voor de storm. Het voelt een beetje apart. Ik ben ook heel hard aan het bedenken hoe ik dat ga doen. Of ik heel veel moeite en energie ga stoppen in het beregenen. Zodat ik toch mijn akker klaar kan leggen om te planten en te zaaien. Of gaan we nog even wachten. Goed, hoe langer we wachten, hoe meer het werk op een hoop schuift, zoals we vaak zeggen. Dus ik weet dat het heel druk gaat worden. En nu probeer ik gewoon alle voorbereidingen die ik vast kan doen, aanpassingjes aan machines en zo, nu te doen. Vanwege de strookteelt moeten best wel wat dingetjes net anders gemaakt worden. Er is alweer een week voorbij. Het is droog nog steeds. En ze geven ook niet echt regen van betekenis op. Voor boeren is het echt het gespreksonderwerp. Na maanden regen, is het droog geworden en ging het niet meer regenen. Het is nu heel erg droog. Nou, ik heb hier een paar sterke mannen bij me. En we gaan eens even kijken hoe droog het nu eigenlijk onderin is. Boven is het keihard. Dus we hebben een grote ijzeren pen meegenomen en een hamer. En dan gaan we eens even spitten in de grond. Dat land is dus
heel erg droog. Ik heb de afgelopen dagen al verzonnen wat ik eraan ga doen. Ik kan op zich best beregenen. Ik heb voldoende zoet water in de buurt. Mooie sloten die vol staan met water. Alleen om het op de land te krijgen heb je een beregeningsinstallatie nodig. Er is een nieuwe van onderweg, een klantje. Met een mooie spruimboom met allemaal die sproeiers erop. Maar die komt pas in loop van mei. Ik dacht hem nodig te hebben voor als de gewassen gezaaid zou worden. En niet verwacht dat ik hem al nodig zou hebben om het land klaar te leggen. Dus dat is een probleem. Ik heb nog een heel oudje in de schuur staan. En als ze het echt nog een paar weken droog opgeven, dan ga ik die aan hang slingeren. En kijken om toch een klein beetje de bovenlaag nat te maken. Onderin is die grond prima, niks aan de hand. Maar het allerbovenste laagje is best wel hard en heeft wat vocht nodig om fijn te vallen. Daar gaan we volgende week maar eens verder over nadenken. Ik doe onder andere mee met de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Nou, daar is vanmorgen een artikel van verschenen. En de foto's die bij het artikel staan zijn gisteren pas gemaakt. En die zijn van het stuk waar ik nu op dit moment zit. Dus als jullie het bekijken is het heel actueel. Vers van de pers. Al is het digitaal. Tot volgende week. We zullen nog eens even kijken of er nog wild te vinden is in de plantjes. Hoe het met de biodiversiteit gesteld is. Hier zie ik wel een paar hele vreemde vogels. Hé! Hey. Hier nog een bijzondere vogel. Hier nog een bijzondere vogel.